Goeiedag, mijn naam is Daniel D. Ik ben dichter en was een goede vriend van Karel ten Haaf. In onze werk te vieren lees ik nu één gedicht en een gedeelte uit een cyclus voor. Ik begin met het gedicht Werkelijkheid. Ik heb het gedicht gekozen omdat ik erbij was toen het gedicht ontstond. Toen ik hier in Delfshaven ruim tien jaar geleden kwam wonen, had ik Karel uitgenodigd om hem de buurt te laten zien. En daar kwam het volgende gedicht uit voort. En voor de goede verstaander, het is een pastiche op het beroemde gedicht Impressie van Jules Dilder. En het heet Werkelijkheid. Voor Daniel D. We liepen door Delfshaven. We waren zat. We waren zo zat als een aap. En dan nu de cyclus. De reden dat ik maar een gedeelte voorlees is omdat het ook een gedeelte in de cyclus visuele poëzie is. En dat kan ik niet voorlezen, want dat zijn geen woorden. Ik lees dus alleen de woorden. Made in New York, Cycli Rotterdam. Voor D en CB. A. If you can make it there, you'll make it everywhere. Koninginnenhoofd aan de Maas. Het uitzicht is er heerlijk. Diverse taarten kunnen worden ingepakt om mee naar huis of kamer te nemen. De heffen. Ik denk maar zo, ik denk maar niet. Stem leefbaar, Rotterdam. Zo de wind waait, bolt me slippie. De leus van Rotterdam. Ruiken is duidelijk. De reuk van Rotterdam, pernis. De neus van Rotterdam, penis. Profiel in textiel. Ze peet me uit de eigen. De bef. Niks aan is fantastisch. Beter een gat in mijn hand dan een hand afijn. Van schrijven kan ik niet lezen. Reclame, reclame. Cor zag ze hier vliegen, zei ja, zie vogel. Patatje kapsalon, multicultuur is ook een product. Beb van Klaveren, heb hier nog geluncht, zie ja. De kroketten in Hotel New York, eet men met mes en vork. Was ooit D. Daniels in Galerie ten Haaf, vraag vogel. Keuze uit diverse creatieve workshops, inclusief voet bekleden. Was Kowski, vraag vaan. Vallen hiaten, zwarte gaten, wit reizen in gehavend hoofd, werk. Met andere woorden, dezelfde poëzie.